En dit instructiefilmpje gaan we meer dan de simpele alinea-opmaak laten zien, maar we gaan wat iets uitgebreider hierop in. Ik ga je laten zien wat dat inspringen betekent op alinea-niveau, wat dat witruimtes zijn en regelafstanden doen. Maar ik ga je ook laten zien hoe dat je alinea's kan samenhouden en wat de betekenis van weduwen en wezen. Ik begin met de alinea-opmaak inspringen. Als ik een alinea-opmaak wil toepassen op een alinea, dan kan ik dat doen via de rechtermuisknop en dan te kiezen voor alinea. Ditzelfde bekom je door te kiezen bovenaan in de menubalk voor opmaak alinea. Dat geeft je dezelfde mogelijkheden. En dan ga ik eerst naar het tabblad inspringen en afstand. Dan bespreek ik met jullie deze drie verschillende dingen. Inspringen voor, na of een eerste regel. Voor de tekst, na de tekst of de eerste regel. In het voorbeeldvenster ga je al zien wat er gaat gebeuren. Stel dat ik gewoon een opmaak wil toepassen, een inspringing wil toepassen, dan kan ik voor mijn tekst gaan staan en op de tabtoets drukken. Dat gaat mij geven, het volgende effect geven, dat mijn eerste regel een aantal plaatsen zal inspringen. Ik gebruik immers de tabulatortoets. Hoe ver zal dat zijn? Dat kan je hier van boven zien aan die omgekeerde lettertjes T in het liniaal. De eerste insprong zal dus zijn 1,25 centimeter. De volgende keer dat ik inspring, gaat het terechtkomen op 2,5, 3,75 enzovoorts. Dus als ik hier gewoon eenmaal op de tabtoets druk, dan zie je dat de eerste regel 1,25 centimeter is ingesprongen. Stel nu dat ik niet enkel de eerste regel wou, maar de hele alinea, dan druk ik gewoon op de backspace om mijn eerste tabtoets weg te doen. Ik kan je trouwens even laten zien hoe dat zo'n tabtoets eruit ziet. Als ik de niet afdrukbare tekens aanduid, dan zie je hier duidelijk aan de hand van het pijltje dat ik een tabtoets gebruik. Druk ik nog tweemaal op tab, dan zie je duidelijk dat er drie tabs in het totaal staan. En dat mijn regel dus inspringt op 3,75 centimeter. Ik doe even de drie tabs weg. Ik zet ook de niet afdrukbare tekens af. En ik wil nu de hele alinea laten inspringen. Dat kan ik doen door de alinea aan te duiden. En deze knop te gaan gebruiken, inspringen, vergroten of verkleinen. Je mag de alinea selecteren, geen enkel probleem, maar als je nu de tabtoets drukt, dan ga je de alinea overschrijven door een tabtoets. Ik zal het even doen, tab, dan ga je zien dat de hele alinea weg is. Dus ik ga even kiezen voor ongedaan maken en dan komt mijn alinea terug. Dus wil ik de hele alinea inspringen, dan gebruik ik deze knop. Inspringen, vergroten, nogmaals, nogmaals, dan ga je zien, nu staat mijn hele alinea ingevoegd vanaf die 3,75 centimeter. Nu, stel dat je niet tevreden bent met die standaard instelling op 1,25 centimeter iedere keer, die omgekeerde lettertjes T, dan kan je hier zelf een afstand bepalen. Dat doe je via de rechtermuisknop, alinea, en dan kom je in dat tabblad inspringen en afstanden. Je kan hier bepalen voor de tekst hoe groot dat de insprong moet zijn. Dus stel dat ik hier zeg ik wil niet op 1,25 en 2,5, maar ik zou mijn alinea willen beginnen op 2 centimeter. Dan kan ik hier, door de pijltjes te gebruiken, eenvoudig mijn alinea op 2 centimeter laten inspringen. Druk ik op OK, dan ga je zien dat dat ook wel degelijk gebeurd is. We gaan nog wat andere opties bekijken. Dus als ik rechtermuisknop alinea opnieuw selecteer, dan kan ik ook gaan bepalen, moet mijn tekst aan de achterkant inspringen. Ook dat werkt. Ik zal even dit venster aan de kant slepen. Je ziet dat het nu mooi tot tegen de kantlijn van 17 centimeter komt. Dus als ik ook hier alles 2 centimeter laat inspringen, zo, dan ga je zien dat de hele alinea zowel vooraan als achteraan eigenlijk 2 centimeter ingesprongen wordt. Ook hier heb je het misschien zien staan. Ik doe eens tweemaal ongedaan maken, dat ik terug de standaard opmaak krijg. Rechtermuisknop, alinea. En je ziet hier ook dat je de eerste regel kan gaan bepalen. Dus stel dat mijn eerste regel moet inspringen exact op 1,65 centimeter. Je kan dat gewoon aanduiden. Je drukt op OK en je ziet mijn eerste regel is 1,65 centimeter ingesprongen. Dat voor het inspringen van alinea's. Nu nog even ongedaan maken en ik ga het volgende onderdeel even bekijken. Het volgende onderdeel zal zijn witruimtes. Even teruggaan naar alinea en dan kan je hier de witruimte bepalen. De witruimte betekent eigenlijk de afstand tussen twee alinea's. De afstand boven een alinea, de afstand onder een alinea. Daarom ga ik het duidelijk maken en bijvoorbeeld hier die middelste alinea selecteren. Stel dat ik boven de alinea een halve centimeter witruimte wil en onder de alinea 2 centimeter witruimte, dan doe ik dat als volgt. Rechtermuisknop, alinea. Ik zorg dat ik op het tabblad inspringen en afstanden sta. Boven alinea kan ik gaan vastzetten op een halve centimeter. Je zag het misschien een klein beetje verspringen hier bovenaan. En onder de alinea, daarvan maak ik rust 2 centimeter. Zo.
Als ik nu op oké ga drukken, je gaat het zien. Ik ga het een beetje aan de kant schuiven, ik druk op oké. En je ziet duidelijk dat er een grotere insprong is, of een grotere witruimte eigenlijk is, tussen die tweede en de derde alinea, dan tussen de eerste en de tweede. Dit is wat men noemt witruimtes. Witruimtes bevinden zich tussen alinea's. Nu is er nog een derde optie, de regelafstand. En de regelafstand zijn de witte ruimtes tussen regels zelf. Dus ik ga eventjes terug ongedaan maken, zodat ik de standaard opmaak krijg. En ik ga nu het derde onderdeel bespreken, rechtermuisknop, alinea. En dat zie je hier staan bij regelafstand. De regelafstand kan je bepalen, er zijn heel wat opties. Ik ga je even laten zien wat dat de drie meest gebruikte zijn. De enkele regelafstand, de anderhalve regel en de dubbele afstand. Ook hier, van het moment dat ik ga drukken, ga je in het rechtervoorbeeld al een duidelijk beeld krijgen over wat er gaat gebeuren. Dus ik zet hem eens eventjes op dubbel. Je ziet dat de ruimtes tussen de regels dubbel zo groot worden. Druk ik nu op OK. Dan zie je dat de regels eigenlijk de alinea een beetje verspreid is in de hoogte. Ik kan dat heel eenvoudig snel terug aanpassen. Rechtermuisknop, regel is afstand, is iets dat in het snelmenu ook terugkomt. Regelafstand terug op enkel zetten en je krijgt terug de enkele, de standaard opmaak van regels eigenlijk. Als laatste laat ik je ook nog graag zien hoe dat je alinea's kan samenhouden en wat dat weduwe wezen juist betekent. Ik stel dat ik deze onderste alinea op een nieuwe pagina wil zetten. Dan kan ik dat doen door een aantal keer op enter te drukken natuurlijk. Enter, enter, enter. Totdat we beneden zijn. Ik zou nog één keer op enter drukken. Of een hard regeleinde geven eigenlijk. Dan ga je zien dat enkel de onderste regel naar pagina 2 zal verschuiven. Dus ik druk op enter en je ziet op pagina 2 staan nu enkel de woorden overgebleven mijnen. Het is natuurlijk heel vervelend als we gaan afdrukken dat er slechts twee woordjes op de volgende pagina staan. Om dit op te lossen zijn er verschillende mogelijkheden in Writer. Ik ga je er enkele laten zien. Stel dat ik nog maar hier stond, dus ik druk een paar keer op Backspace, dan kan ik hier op de alinea rechtermuisknop gaan doen en kiezen voor alinea. Dan zie je onderaan, ik zit nu in het tabblad tekstverloop, niet meer in inspringen en afstanden waar dat ik zojuist zat, maar ik zit nu in het tabblad tekstverloop, dan zie je van onder staan alinea's niet splitsen. Als ik dit opzet, gaat hij de hele alinea proberen altijd samen te houden. We gaan dat ook even testen. Stel dat ik hier sta en ik druk een aantal keer op enter. Als ik nu nog eenmaal enter zou doen, zojuist ging dan enkel de woordjes overgebleven mijnen naar de tweede pagina. Ik druk nog één keer op enter en je ziet dat de hele alinea, verdwenen is. Hij staat volledig op de volgende pagina. Ik zet even de niet afdrukbare tekens op. Dan zie je dat hij hier zelf al gezorgd heeft dat die hele alinea naar de volgende pagina springt. Dus druk ik een aantal keren op delete, dan zie je, de hele pagina blijft altijd samen. Op zich is dit in dit voorbeeld een te groot blok dat samen blijft, de hele alinea blijft samen, terwijl het voldoende was als er slechts een aantal regels samen gingen blijven. Dat kunnen we instellen via de opties weduwe wezen. Ook hiervan laat ik je het voorbeeld zien. Ik zorg ervoor dat de alinea op mijn eerste pagina staat. Ik zet de niet afdrukbare tekens terug af. En ik ga nog eens kijken via de rechtermuisknop, alinea, welke opties dat we nog hadden. Dus ik zet de optie van alinea's niet splitsen, die zet ik af. En ik ga hier even wezencontrole aanduiden en weduwecontrole. En om het verschil duidelijk te maken, ga ik hier natuurlijk andere lijnen laten samenhangen. Om het in een omschrijving te plaatsen, wezencontrole, dit gaat over de regels die achterblijven op de oorspronkelijke pagina. Weduwecontrole, dat gaat over de regels die naar de volgende pagina zullen verdwijnen. Dus stel dat ik weduwecontrole op 2 laat staan en ik zet wezencontrole op 3. Dat zou moeten omhelzen dat er altijd 3 lijntjes van de alinea op de vorige of de originele bladzijde behouden worden. En altijd 2 naar de volgende alinea wanneer dat we enters bijgeven. Ik ga je dat duidelijk maken? Dus wezen staat op 3, weduwe staat op 2. Ik druk op OK. We gaan hier even kijken. Ik druk op enter, enter. Als ik nu eenmaal enter ga drukken, dan ga je zien dat de wezencontrole in actie schiet. Zo, en we kijken eventjes. En 2 regels zijn naar de volgende pagina gegaan. Dus dat hadden we ingesteld. Bij de weduwecontrole, de weduwecontrole 2 lijnen naar de volgende pagina. Wezencontrole gaan we nu ook testen. Tenminste, of maximaal eigenlijk, per 3 lijntjes zouden moeten achterblijven op de vorige pagina. Dus we gaan dat even testen. Ik druk op enter, 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 enter. En nog eenmaal. Nu zie je dat wezen op 3 stond, dus 3 pagina's blijven samen. Als ik nu nog één keer op enter ga drukken, zou dat betekenen dat er 2 weesregels zouden achterblijven en we hebben daar juist natuurlijk gekozen voor 3. Dus we gaan zien, als ik eenmaal op enter druk,
dan gaat alles naar de volgende pagina. Dus bij wezencontrole bepalen we welke regels dat er achtergelaten worden of hoeveel regels dat er achtergelaten worden. En bij weduwecontrole bepalen we hoeveel regels er maximaal op de volgende pagina verschijnen. Dus ik had weduwe op 2 staan, dus als ik nog één keer druk op backspace druk, zo, dan ga je zien dat ze weer samen blijven. Eenmaal op enter en 2 regels springen naar het volgende stuk. Niet zo eenvoudig, maar wel zeer handig als je documenten op een leesbare manier wil gaan afdrukken.